als ik God was. Ik nam onmiddellijk ontslag. En als ik Jezus was, ik vroeg mijn vader om een zondag. En de Heilige Geest, die doet al lang niet meer mee. Liefdesgedicht nummer 14. Omdat gij mijn huwelijksaanzoek weigerde met één volmaakte wenkbrauwfrons, ben ik nog altijd niet van straat geraakt. Ik werd wel de chef van een uitgelezen harem van 341 verzen. Nu 342. Rond mijn 30ste kraakte die brutale sociale woning van mijn hart. En sindsdien poetsten zij onafgebroken mijn gedachten. Dagelijks koken zij voor mij van woede, waarbij zij nijdig kwetteren op het ritme dat ik hen voorschrijf. Hun borstjes dobberen op de golfslag van mijn handschrift. Nauwgezet schrap ik hen de letters van het lijf. En tussen de regels door bedrijven wij mompelend de liefde. Als zij moeilijk doen, steek ik hen in brand. En ik verstrooi hun as boven lui letterland. Soms laat ik hen uitwandelen in hun vrijvers. Zij moeten wel altijd stipt op tijd naar bed in een klassiek sonnet. Als zij onder de maan stonden gebukt gaan, sluit ik hen op in de eerste hulp bij ongevallenkistje. Alleen als ze zich eenzaam voelen, mogen ze rijmen. Ik koester het vermetele plan om met mijn harem in het huwelijk te treden. In een witte bundel van wit papier met witte letters. En voor mijn verzen mij de bonds geven, leer ik ze rap uit het hoofd. Er bestaat geen efficiënter voorbehoedsmiddel dan vrouwen die in de aanwezigheid van mannen urenlang praten over het bereiden van spaghetti saus. Aan de lijve. Er bestaat geen efficiënter voorbehoedsmiddel dan vrouwen die in de aanwezigheid van mannen urenlang praten over het bereiden van spaghetti saus. Er
bestaat. Geen efficiënter voorbehoedsmiddel dan vrouwen die in de aanwezigheid van mannen urenlang praten over het lijden. Aan de lijve. Er bestaat geen efficiënter voorbehoedsmiddel dan vrouwen die in de aanwezigheid van mannen urenlang praten over het rijden van spaghetti saus. Aan de lijve. Er bestaat geen efficiënter voorbehoedsmiddel. De horse is up.